Het niveau van het vertrouwen tussen Suriname en Nederland op het gebied van justitie en politie is zodanig dat nieuwe projecten effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dit is een van de resultaten van het bezoek van Frank Weerwind, de Nederlandse minister van Rechtsbescherming, die na een bezoek van 6 dagen vandaag terugkeert naar Nederland. Op een persconferentie vanmiddag benadrukte Weerwind dat tijdens het reclasseringsproces het belangrijk is het kind centraal te stellen. De samenwerking tussen Suriname en Nederland komt voort dat je wederzijds vertrouwen hebt. Dat je schouder aan schouder samenwerkt. Dat je of de kinderen heel centraal stelt. En dat je vanuit die visie en vanuit dat vergezicht elkaar ook vasthoudt en nadenkt. En welke stappen kan je maken? En hoe gebeurt het in Nederland? Maar ook hoe kan Nederland van Suriname leren en wat kan Suriname van Nederland leren. Vanuit die wederzijdse vertrouwen en vanuit die gezamenlijkheid, omdat je die kinderen centraal stelt. En daarin zal de minister van Justitie en Politie ook zo direct iets nieuws met u delen daarover. Want we zijn ook een concrete stap verder gekomen in de afgelopen dagen. Hoe belangrijk het is om juist te kijken naar juist die kwetsbare kinderen en hun omgeving. Zijn Surinaamse collega Kenneth Amoxie zegt dat ter ondersteuning van het reclasseren van het jeugdapparaat Nederland de nodige ondersteuning heeft geboden. Er zijn 4 Haagse verdragen handelende over de bescherming van kinderen. Het gaat om interlandelijke adoptie en ook internationale ontvoering van kinderen. Dat we met het ratificeren van deze verdragen assistentie hebben gevraagd van Nederland voor de implementatie en dat is toegezegd. Weerwind sloot zijn werkvisitatie aan Suriname af met een bezoek aan het Openbaar Ministerie. Daarbij heeft hij zijn medewerking toegezegd voor de voortgang en uitvoer van het 3 jaar durende Makandra-project. Het OM heeft aangegeven behoefte te hebben aan het beschikken over de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden voor het bestrijden van zware georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit.